Carnaval is weer voorbij, maar wij staan wederom in Neder. We hebben prachtig mooi weer en achter mij is de opening van D&J Koopjeshuis. En dat is natuurlijk ook heel mooi met zo'n weer. En wij gaan even een kijkje nemen en gaan de eigenaren even interviewen. Ik kan jullie nu al zeggen, dat is een ruime, grote en interessante winkel met allerlei spullen die hier staan. En ja, wat dat alles zo is bijvoorbeeld, dat horen wij straks van de eigenaar. Ik zit nu hier zit ik met Dennis en John van D&J Koopjeshuis, toch? Ja, dat klopt. En vandaag is de opening. Vandaag is de opening van ons Koopjeshuis. Hoe lang hebben jullie hier naartoe gewerkt? Nou, het is eigenlijk super snel gegaan, want wij wisten een maand geleden nog niet eens dat we dit gingen doen. En toen kwamen we via via te horen dat dus degene die hier voor de winkel heeft gerund er vanwege zijn leeftijd mee stopte. Nou ja, dat was één telefoontje en toen begon het hele balletje te rollen. Ja, ging heel snel. Dus het was eigenlijk een beetje zo van grijp de kans. Ja, dat was zeker van grijp de kans. We zagen het goed voor ogen, dus toen hebben we ook gelijk actie ondernomen. Ja. En hoe zouden jullie winkel gewoon beschrijven? Het is natuurlijk iets in de trant van een kringloopwinkel, maar hoe zouden jullie hem zelf noemen? Wij willen zelf graag, ik weet niet of er echt iets voor te noemen is, maar wij willen zelf gewoon graag bereiken dat wij een goedkope winkel worden met mooie spullen, waar mensen gewoon regelmatig wat anders kunnen kopen omdat het in het budget past. Dus ja, eigenlijk ook voor de kleine portemonnee, voor de mensen, voor het huishouden en zo. Ja, voor kleine mensen met weinig geld willen wij een goed pandje zijn waar ze voor weinig geld mooie spulletjes kunnen kopen. Dus eigenlijk een hele goede zaak. En voor mensen die heel graag een beetje rondneuzen. Ja, dat is ook zeker de bedoeling. We willen zorgen dat we veel afwisselende spullen hebben. Grote, kleine spullen. Dat mensen gewoon lekker kunnen rondneuzen en kunnen kopen wat ze hebben willen. Wat is volgens jullie een beetje het gekste wat jullie hier te koop hebben? Kun je dat zo zeggen? Het gekste wat wij hier te koop hebben? We hebben een sportapparaat, zo'n fietsenmachine hebben we, maar we verkopen eigenlijk alles wat gek is. Heb jij daar nog iets anders wat je gek vindt? Wat ik gek vind is hetgeen waar wij geen verstand van hebben. We hebben bijvoorbeeld bepaalde borden in de vitrine staan waarvan wij het bestaan niet eens wisten. En niet eens wisten dat ze meer dan een euro op zouden kunnen leveren. Maar het blijkt dus dat als je er verstand van hebt, dat je gewoon voor sommige dingen, dat is ook het leuke, dat mensen ook koopjes kunnen vinden. Waar wij het verstand dus niet van hebben, dus voor heel weinig geld weg zullen doen. En waar andere mensen weer denken, hey, we hebben geluk, want we hebben iets gevonden wat eigenlijk veel te goedkoop was. Ja. En dan begin je zo'n winkel en dan kom je zelf ook nog voor verrassing te staan. Ja, absoluut. Absoluut. Maar je ziet gewoon zoveel dingen. En we hebben ook twee super vrijwilligers in de winkel aan het werk. En die hebben het al heel lang gedaan, ook voor de vorige eigenaar. En we kwamen op het prijsmomentje dat we alles weer ingericht hadden en dat je dus moet gaan prijzen. En John en ik plakten eigenlijk overal 50 cent op jou, want voor ons was het gewoon een bord, weet je wel. Maar toen werden we netjes door de dames op de vingers getikt van, oh jongens, houd het in de gaten, want dit gaat niet zo. Dit is wel iets meer waard dan 50 cent. Ja. Dus goed dat jullie mensen bij hebben die daar wel een beetje verstand hebben van het bepalen van de prijzen. Ja, dat is zeker fijn. Vooral omdat ze ook heel veel ervaring hierin hebben. Dus dan kun je altijd nog
een beetje feedback krijgen natuurlijk. En daar leer je ook weer van. Jullie hebben wel, zijn niet altijd open, heb ik gehoord. Wat zijn jullie openingstijden? Nee, dat klopt. Op het moment hebben John en ik allebei onze banen nog bij naast. En ja, om dat te combineren hebben we dus besloten om voorlopig de donderdagmiddag, de vrijdagmiddag en avond en de zaterdag de hele dag open te gaan. Maar op het moment dat hier genoeg bezoekers komen en leuke spulletjes blijven kopen, dan gaan de openingstijden zeker nog veranderen. Ja. En ik zie dan nog iemand die graag in de winkel helpt, of niet? Ja. En hoe heet jij? Jelle. En jij helpt ook hier in de winkel? Ja. En wat heb je tot nu toe zoal gedaan? Alle spullen inrichten. En met spullen helpen. Maar dan vraag ik het ook even aan jou. Wat is volgens jou het gekste wat hier in de winkel staat? Eigenlijk hetzelfde als mijn vader. Ja, dus jij denkt daar een beetje hetzelfde over? Ja. Nou, jullie hebben hulp zat, zie ik. Ja, zeker. Super hulp is het. Allemaal, iedereen. We krijgen van iedereen, helpt ons goed. Dus dat is wel super fijn. Ja. En nu hebben jullie een vraag bedacht, toch? Ja. Een soort van prijsvraag voor een prijs die wij weg mogen geven, toch? Ja, dat klopt. We hebben een prijsvraag bedacht in overleg met de vrijwilligers. En we hebben voor bij de balie een hele grote pot met knikkers staan. En degene die dus het dichtst bij het aantal knikkers in de pot komt, die wint een bloemenboom te waarde van €25 hier bij het bloemenhoekje in Neden. Wij zullen die pot straks ook nog even in beeld brengen en dan mogen onze kijkers dus ook meedoen. Ja, zeker, dat mag. Dat vinden we alleen maar extra leuk natuurlijk. Ja, mooi, dat gaan we doen. En wij gaan nu zelf ook even een beetje rondneuzen en kijken wat hier alles te koop is. Ja, ga uw gang. U bent welkom. Ja, en jullie veel succes met de opening. Dank u wel. Ik mag jullie eerlijk zeggen, ik krijg hier niet voor betaald om dat te zeggen. Maar als je kijkt, ze hebben hier echt alles. Ook antiek spul voor, ja, eigenlijk voor een hele goedkope prijs. Want ja, kijk hier, €50 voor zo'n klok, dat is al bijna niks. Nou, Dennis en John, ja, van Koopjeshuis in Neden. Ja, dat klopt. Dat klopt. De opening vandaag. Ik heb al heel wat mooie dingen gezien bij jullie. Wat zijn jullie sterke kanten? Kun je dat? Wat maakt jullie zo bijzonder? Ja, nogmaals, wij hopen sowieso in de toekomst onze prijs-kwaliteitverhouding dat echt de mensen over de streep trekt om bij ons te gaan kopen. Nou, ik heb veel moois gezien en ik kan alleen maar zeggen, het is echt een aanrader. En mensen, nogmaals, ik krijg hier niet voor betaald door de jongens om dat te zeggen. Dat vind ik als fan van een rommelwinkel of van kringloopwinkels, vind ik dat gewoon zelf. En als de mensen nou hier willen komen, als de mensen het zelf willen beleven, waar moeten ze dan zijn? Oude Straat 40 te Neden. Nou, dan wens ik jullie nog heel veel succes. Dank u wel. Ja, super bedankt. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Komt goed. Tot de volgende keer. Tot ziens.